Beste nieuwsflashers, we kunnen terugzien op een uitstekend life science momentum. Het was alweer de 11e deze keer. En ook nu, dit jaar, hadden we meer deelnemers dan de keren daarvoor. Zo'n 700 tot 750. Wat een heel interessant programma met alle kleuren van de life sciences. Heel belangrijk aspect dit jaar was ook om de resultaten te laten zien van de midterm review. En ik wil graag het woord geven aan de voorzitter van de Midterm Review Commissie, Douwe Breijmer. De Midterm Review was eigenlijk het slotstuk van een midterm die we voor NGI het afgelopen jaar hebben gehad. De uitkomst van het geheel is eigenlijk buitengewoon positief. De toekomst van NGI heeft de commissie uitgebreid besproken. Daar had ze eigenlijk ook de meeste zorgen over. Dus enerzijds het hele positieve uitkomst van de resultaten die nu tot nu toe zijn bereikt. Maar toch verbaasd, en zeker ook de buitenlanders, dat in 2013, dus over 2 jaar, dan het consortium zou ophouden te bestaan. En daarvan heeft de commissie gezegd dat het consortium als coördinatieorgaan wel zou moeten blijven bestaan, om ervoor te zorgen dat inderdaad die regierol van life sciences in Nederland blijft bestaan. En daar is NGI dus heel succesvol in gebleken. Dat is uitdrukkelijk de opvatting van de commissie.